Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Jan van den Berg, professioneel netwerker van BC De Heuvelrug uit Veenendaal. Goedenavond, dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio. En ik zei net BC De Heuvelrug, dat is Business Club De Heuvelrug. Dus ja, Business Club Radio heeft een Business Club op bezoek. En dat is ontzettend leuk. Jan van den Berg, alom bekend in het Veense en daarbuiten. Als professioneel netwerker. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Leuk dat je hier bent en ik vind het heel leuk dat we er eens over kunnen praten van wat houdt het nou in om mensen bij een businessclub te krijgen en wat je er allemaal voor terugkrijgt als ondernemer. Dus ik zie er naar uit. Kun jij je eens eventjes voorstellen? Wie ben je en wat doe jij? Ik ben Jan van den Berg, 59 jaar, getrouwd met een hele lieve vrouw die mij heel veel vrijheid geeft. Waar ik blij mee ben, want dat is wel nodig met deze baan. Het is een hele mooie baan, moet ik zeggen, want ik ontmoet vreselijk veel mensen. En ja, dat is altijd leuk. En voor elkaar het een en ander te kunnen betekenen is eigenlijk super. Ik kom bij alle bedrijven die lid zijn, dan kom ik op de zaak. Ik zie alles wat ze doen, al de nieuwtjes weet ik. En zo hebben ze me ook met allerlei dingen bijgeleerd eigenlijk. En daar ben ik blij mee. En hoe lang doe je dat nou? Ik doe dat nou van, 14, 25 jaar. 25 jaar alweer. En hoeveel leden zitten er bij jullie bij de Business Club? Er zitten nu op dit moment 230 leden. Ja. En wanneer ontmoeten jullie elkaar? Waar? Want dat weet de gewone luisteraar niet. We hebben een eigen business home aan het Panhuis in Veenendaal. Sportpark Panhuis aan de rode zijde van Dovo. En dat is gewoon een hele goede business club wat elkaar het netwerk op de handel runt. Ja, dus jullie zijn onderdeel van voetbalclub Dovo? Ja, wij zijn gelineerd aan voetbalclub Dovo. Ja. Dus bij de thuiswedstrijden van Dovo zijn onze leden ook welkom om de voetbalwedstrijd te kijken. Maar een hele hoop leden komen dus altijd 's middags na 5 uur. En die komen toch netwerken en voor een broodje en een hapje gezelligheid. En daar gaat het uiteindelijk om bij de businessclub. Ja, en nou gaat het natuurlijk om dat je op die manier geld bij elkaar brengt voor de voetbalclub. Ja, dat is het gelineerd aan, maar dat is maar een klein bedrag wat wij eigenlijk naar de voetbalclub doen. Want het meeste maken we zelf eigenlijk weer op met onze leden. Dat is op zich ook wel heel begrijpelijk natuurlijk. Ja. Hè? Er zijn best wel wat dingen die, waar je het dan uit kan geven. Maar we hebben een tijdje geleden ook Jan van Esveld hier in onze uitzending gehad. Die dan voor DTS zoiets dergelijks ook doet. Dus nou wil ik daar eens wat dieper induiken. Maar daar gaan we het straks allemaal over hebben. Wat heb je hiervoor allemaal gedaan? Ik ben in Ede op school geweest bij de LTS. Ben ik metselaar geworden. Ja. Heb ik 2 jaar in de bouw gezeten. Bij een aannemer uit Edeveen. Mm-hmm. Bij Van Hal. Het bestaat niet meer inmiddels. En toen kwam ik in de BW. Toen was het ook eigenlijk een hele slechte tijd. Zoals de afgelopen jaren in Nederland nu weer was. Met de inbouw. Ja. En toen ben ik Een jaar chauffeur geweest, door heel Nederland heen bij alle HEMA's. En toen had ik een buurman die werkte bij de toen DBC, nu Diepvriesman. En dan ben ik eigenlijk vertegenwoordiger geworden op een diepvrieswagen. En dat heb ik 3 jaar gedaan en dan heb ik eigenlijk een beetje het leren verkopen geleerd daar. Ja. Zonder opleiding of wat dan ook toen tijd. En hoe ben je dan bij Dovo terechtgekomen of de Heuvelrug? Dat was, toen was ik 39, 40 jaar en toen kwam ik in de ongevallen in de WO eigenlijk terecht. En toen heb ik vrijwilligers werk gedaan bij Dovo. En zo ben ik eigenlijk in deze baan gerold. Ik ben in het bestuur gezeten. Ik heb eigenlijk alle stopcontacten van Dovo. Weet ik eigenlijk wat er allemaal is. Oké, dankjewel. Je hebt een hele leuke lijst meegenomen van muziek. Sfeer is wat anders vanavond. En we gaan luisteren naar het eerste nummer. Hier komt Shocking Blue met Venus.